worden met een watervliegtuigje naar ons eerste resort gebracht. En we mogen dus gewoon gebruik maken van de lounge. Ik ben hier wel eens eerder geweest met een watervliegtuig. Toen hadden ze nog niet zo'n prachtige lounge als hier. Is ook helemaal gloedje nieuw. En alles is gratis, dus ik ga eerst even wat lekkers te drinken halen. We gaan boarden voor het watervliegtuig. Beetje zin in? Heel veel zin in. Eerste keer. Is dit ook eerste klas? Nou, dat denk ik niet. Welkom op Medoparu, op de Malediven. Even lekker relaxed bijkomen op een eiland. Dit keer is mijn vriend ook mee. Die duikt niet, dus die gaat lekker snorkelen. Dus we gaan eens kijken hoe die combinatie is, duiken en snorkelen. We verblijven hier bij Medoparu. Het valt onder de Adaram-keten en we gaan duiken met Dive Point. Ik sta hier naast Joe, assistant base leader, en hij weet alles van het duiken hier. The diving here is amazing, especially for manta. We are really lucky we can see manta most of the year round, and a lot of sharks in the atoll right now. Sharks, yes! Dat klinkt al hartstikke goed. That sounds really great. Let's go diving! Let's go snorkeling! We zijn ook maar met z'n tweeën. Er is meer crew hier dan dat we dus duikers snorkelaars zijn. Nou, ik ben inmiddels uit het water. Het was echt fantastisch. Het was de eerste keer dat ik met hem ga snorkelen. Ik voel wel een beetje spannend bij de wat diepere stukken. Ik heb haaien gezien, heel veel visjes. We gaan nu jullie ophalen. Do you see the shark too? I've seen a shark, yes. Black tip one. Black tip. Oh, nice. I think it's a black tip. Heerlijk duikje. Echt helemaal goed. Ik hoef dus helemaal niks zelf te doen. De spullen worden hier dus gewoon gespoeld. Wat een luxe. Er zijn verschillende soorten villa's op dit resort. Van beachvilla tot familievilla tot super luxe villa. En die gaan we nu even bekijken. We'll be right back.
het is net achter dat hier meerdere bars zijn. How many bars are here? We have 5 bars. The Sunset Bar, the Main Bar, the Café Mas Bar and the Albino Bar. And there's one bar with like a lot of cocktails, right? Yes, the Albino Bar with 101 cocktails. Nou, het is jammer dat ik hier maar een paar dagen blijf. Die ga ik niet allemaal kunnen testen. So, we forgot one more bar. There's one more. Which one? The pool bar. Ah. We gaan nu snorkelen hier op het huisrif. Dus je kan gewoon lekker uitlopen. Daar zijn de bedjes, daar hebben we onze spullen neergelegd. Heerlijk. We gaan eens kijken wat hier zit. Dat was gaaf. Niet normaal. Wat vond je ervan? Ja, echt fantastisch. Leuk hè? Ja. Yes. Er zijn meerdere restaurants op het resort. Main restaurant. Eentje waarvoor je moet reserveren à la carte. En ook een Indisch restaurant en daar gaan wij nu lekker eten. Ons verblijf zit er helaas op. We hebben het super leuk gehad. 3 dagen zijn eigenlijk veel te kort. Ik vond de combinatie heel leuk met duiken en snorkelen. Ja, snorkelen is natuurlijk ook gewoon super gaaf. Wat vond je van het snorkelen? Fantastisch. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog mooier kan worden elders. En dan gaan we door naar het volgende resort van Aldaran.